Hallo allemaal, vandaag is het internationale dromendag. Droomdag? Ja, kan je daar nou bij tekenen? Een denkwolkje, een droomwolkje of... Ah, misschien een droomvanger. Ken je die? Droomvanger, zo'n ding met van die veertjes eraan. En laten we die eens gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het droomdag. Droomdag, wat ga je daar nou bij tekenen? Ik dacht, laten we eens een droomvanger tekenen. Ja. Er zijn mensen die hebben zo'n ding hangen. En ja, wie weet, vangt het je droom 's nachts. En ja, doet dat daar iets mee. Maar goed, dan moet je in geloven, een droomvanger. Sommige mensen hebben hem ook gewoon als decoratie natuurlijk. En dat kan ook. Het is een, vaak van stof, of iets met borduur, of met touwtjes, of zo. En nou goed, droomvanger. Daar hangen dan ook weer touwtjes aan. Zo. En kraaltjes. En ja, van alles en nog wat. Wat je ook vaak ziet zijn veren die erin verwerkt zijn. Omdat het een beetje iets Indiaans is. Schijnt. Ik heb er geen verstand van, maar... Nou, mooie veren zo. Nou, dit zijn weer andere manieren van veren tekenen. En het pluizige veer kan ook. Zo. Goed, nou, hier hangt hij natuurlijk ook op. Zo, draait je naar boven toe. En dan ergens hier een spijker of zo. Je ziet ze ook wel dat het hier in plaats van een ster iets van een yin-yang teken is. Dat kan ook. Er kunnen nog meer kraaltjes, er kunnen touwtjes in hangen. Strikjes, stukjes hout. Ik heb er ook al gezien met schelpen erin. Die kan je volgens mij op Texel kopen ook. Of ergens aan de kust. Ik zou zeggen, maak je eigen droomvanger. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!